Zo, die heeft er zin. Dames en heren, er is veel naar gevraagd. Eigenlijk helemaal niet, ik had er gewoon zin in. Het is tijd voor Fortnite. En het is een game mode waarbij er als eerst 150 kills gemaakt moeten worden. En het voordeel van deze game mode is, je kan respawnen. Dat is de reden dat ik deze game mode speel. Anders ga ik meteen dood en dat is niet leuk. Wow, wat is dit? Wow! Is dit nieuw? Oh, is dit een nieuw dorpje? Voor mij is het een nieuw dorpje. Denk ik. Oké, we gaan hier bovenop, want hier zit een kist. En in die kist zitten allemaal leuke spulletjes. Oh, nice, nice, nice. Wow, ik krijg 50 gliders. Heeft iedereen die al? Ik heb geen idee. Het is, wow, dit is een heel nieuw gebouw in Fortnite. Waarschijnlijk voor niemand anders. Oh nee, je krijgt gewoon echt 100 keer meer spullen in kisten dan normaal. Oké, duidelijk. En waar is mijn balkje onderin, zeg maar, met hoeveel levens ik heb? Die is er niet, die is pauze gaan houden of zo. Oh, ik moet nu linksboven kijken hoeveel HP ik heb. Goed spel. Nice. Ik vind het leuk. Even kijken, zie ik hier een kist? Ik zie hier een kist. En als we deze kist hebben, dames en heren, dan gaan we op avontuur. Er moeten namelijk 150 kills gemaakt worden. Dat is best wel erg veel. Shadow Bomb, er nooit van gehoord. En een Heavy Assault Rifle, die is wel chill. Die ga ik even op deze positie neerzetten. En die daar. En dan kunnen we gaan. Hallo? Waar zijn de enemies? Heb ik genoeg materials? Nee, totaal niet. Maar dat komt wel goed. Wat hebben we hier? Oké, Silent Pistol vind ik niet zo heel chill. Zijn hier mensen? Hallo? Hallo? Nee? Niemand? Top. Gaan we even kijken waar wij mensen kunnen vinden. Want we moeten over 5 minuten naar de cirkel. En dat is de cirkel. Wow! Hallo, ik ben gewoon rustig op mijn map aan het kijken. Laat mij. Oké, we gaan denk ik dan eerst even 5 minuten heb je dan denk ik de tijd om echt goede dingen te verzamelen. En, oh wat? Als je dood bent, respawn je niet? Of respawn je dan wel? Ik snap het niet. Ik weet niet of je respawnt ja of nee, want ik zie dat wij nog maar 16 teammates hebben. Dat is niet heel erg veel. We hebben 2 kills, zij hebben 1. Ik snap niet of je nou kan respawnen ja of nee, want onze teammates komen niet echt terug ofzo. Oké, ik doe deze even drinken, want daar kan er nog wel lekker bij. En dan kan ik die mini shields meenemen. Dank u, volgende. Dan gaan we even hier doorheen vliegen, denk ik. En dan pakken we onze glider en dan kunnen we nog verder. Wauw. Fantastisch. Oké, waar zijn enemies? Ik hoor alleen maar mijn eigen teammates herrie maken. Dat is een beetje jammer. Oké, waar zijn de enemies? We moeten 150 kills uiteindelijk hebben. Geen idee of je daar je spullen houdt of hoe dit werkt. Ik wil eigenlijk gewoon kijken of ik überhaupt een beetje raak kan schieten. Teammate, waar moeten we heen volgens jou? Naar Shifty Shaft? Zijn er mensen? Of vind je gewoon dat wij daarheen moeten? Ik vind het wel leuk. Linksboven in beeld zie je gewoon dat mijn teammates gewoon weg zijn. Heel fijn. Ik denk dat we maar gewoon de dingen richting de cirkel gaan volgen. Oh, de cirkel is al aan het krimpen. Oké. Duidelijk. Hoe moeten we dit dan gaan overleven? Dus er komen dadelijk gewoon lomp veel mensen. Dat is een beetje het idee van deze game of zo. Maar waarom hebben wij nu minder teammates? Omdat iedereen is geliefd of zo. Ik vind het een beetje heel erg stom. Oké, we lopen gewoon deze kant op. We gaan kijken of we mijn teammates een beetje kunnen supporten. In de hoop dat die wel een beetje goed zijn in deze game. Nou, ik moet zeggen dat als het me lukt om raak te schieten, dan schiet ik ook wel veel raak. Maar meestal de eerste paar schoten vind ik heel lastig om raak te schieten. Oké, we glijden hier gewoon vanaf, want we hebben er toch nog 46, dus we hebben er zat. Gaan we gewoon rustig deze kant op naar onze teammates. Even kijken, de cirkel die komt aardig dichtbij. Maar het is nog maar 2,5 minuten voordat hij er is. Dus dat zat. We hebben inmiddels gewoon dit wapen, vind ik heel fijn. Ik vind deze op zich ook wel fijn. Moet er alleen wel wat goed mee kunnen raken. Deze is heel chill om ergens weg te komen. Ik heb alleen geen sniper op zo. Dat is het enige waar je mij nog wel gelukkig mee zou kunnen maken. Ik zie daar nog iets liggen. Ik moet wel even een wapen vastpakken voordat daar in een keer iemand op mijn nek schiet. Die heb ik niet nodig, een silent pistol. Die vind ik niet zo fijn. Oh, mijn teammate heeft iemand gekild. We moeten in totaal 150... Wat is dit? Hallo? Hier kan ik onderstaan of zo. Ga ik dan vliegen? Web, WhatsApp, houd u mail. Ga ik niet... Ik ga vliegen! Jongens, ik vlieg! Whee! Oh, is de kist ook nog? Dit is fantastisch. Kijk, rotzooi. Hebben we allemaal niet nodig. Kunnen beter slurpjoes pakken. Vind ik dan die mini shields. Want ik vind de slurpjoes gewoon wat fijn. Wow! En dan word je gewoon weggestampt. Wow, dat is leuk.
Oké, goeie. Ik denk dat ik kan even hier gewoon even gaan kijken. Ik heb zo'n gevoel dat je heel veel wapens gewoon in deze game ook niet kan krijgen. Grapje. Die grappler duw ik niet. Ik heb liever een shotgun. En ik hoor nog, oh jemig, allemaal potions en shields. Maar ik denk dat ik, ja, ik weet niet wat slims is om mee te nemen. Ik denk dat dit niet wat slims is wat ik nu heb. Hallo kist, hallo. En we hebben hier, oh sniper, precies wat ik zocht. Ja, die glider, ja, weet je wat, ik neem, wow. Een Doombo? Wat is dat nou weer? Oké, ik heb twee keuzes. Is dit goed? Ja, alsof ik hiermee ga raken. Neem maar gewoon een shield mee. Dit is mijn volgorde van de spullen die ik mee ga nemen. Oh, de cirkel komt eraan. De cirkel komt eraan. De cirkel komt eraan. Ben ik ver weg? Nee, dat valt wel mee. Maar we kunnen hier in ieder geval de glider pakken. Want die hebben we gelukkig gewoon nog gehouden. En dan kunnen wij naar de cirkel toe vliegen. Wat doen we daar toch goed? Oké, dus hier gaat de ruzie echt beginnen. Want daar zou ik er alleen vliegen. Ja, interessant. Dit wordt mijn dood. Heel erg interessant. Oké, snel wegwezen hier. Oké, ik wil in ieder geval een beetje high ground zien te pakken. En dan ga ik mijn teammaatjes helpen. Er zijn namelijk, het is 14 tegen 15. En ja, ik wil eigenlijk wel wat mensen neer kunnen schieten. Omdat ik aan jullie wil laten zien hoe goed ik eigenlijk ben in deze game. Ik dacht dat ik er iemand zag, maar dat zijn gewoon spullen die naar beneden vallen. Ja, heel jammer. Hallo, zender mensen. Hoi, oh, dat is een teammate. Sorry. Ik zag zijn marketje. Wow, jemig, ik schrik me dood. Oh, daar is iemand dood gegaan. Oh, daar glijdt er een. Naar beneden. Oh, en daar een. Oh, daar gaat er een. Wow. Wow. Oh, joh, ik schiet de hele tijd op teammates. Omdat ik gewend ben op iedereen te schieten. Kak. Oké, daar is een dood. Oké, ik ga nu ook dood, denk ik, ongeveer. Ik ga ook dood, oké. Is goed, is goed. Ja, heel goed, heel goed. Heel goed, shotgun. Shotgun, hit, hit. Hit! Boom! Shakalaka! Ik weet niet hoeveel HP ik elke keer heb, want dat laat hij niet zien. Zie je? Heb ik toch iets aan die sleutjes? Super handig. Heel fijn. Oké. Okay. Ah, kak, ik miste hem. Oh. Oh nee! Ah, kak! Wat gebeurt er nu? Oh, nu respawnen we. Dat is fijn. En hou ik mijn spullen ook gewoon? Oh, dat is fijn. Oh, dan had ik wel beter gewoon shields mee kunnen nemen. Nice, goed gedaan, Jur. Bent een topper in deze game. Oké, we gaan gewoon kijken of wij nog even wat mensen neer kunnen schieten. We hebben in ieder geval één kill. We gaan voor de, hoeveel zitten we? We gaan voor de vijf. We gaan voor de vijf. Oké, daarachter loopt er één. Hierboven zit er één, heel creatief te bouwen. Oh nee, springt hij er vanaf. Ah, dat is echt heel zonde. Oké, daar. Hij komt aan die kant sowieso eruit. Oh, jongens. Oei. Oké, de sniper is echt niet het beste wapen voor mij. Duidelijk niet. Ik wil het er niet over hebben. Kom op team, we staan achter. Kom op team, we kunnen dit. We zijn keigoed in deze game, wij kunnen dit. Oké, we gaan. Oké, daar vliegt een teammate. Daar staan heel veel enemies die ik hopelijk vanaf hier wel kan snipen. Ja, oh! Oh! Boom, jullie zijn super slecht. Ah, kak, ik miste hem. Oh. En ik ben supergoed. Zagen jullie dat, jongens? Mijn god, wat de skills heeft die jongen. Oh, wow. Hoezo raak je mij zo snel? Wow. Niet doen. Doe, af in je mand. Niet doen. Ah, ik meen, mijn gameplay was wel goed. Het was wel goed. Nope. Ik heb 3 kills, kom op teammates. Jullie doen niks. Of zijn we met zoveel minder? Wat, we zijn met 4 mensen minder? Dat is echt bizar onterecht. Oh, dat is echt heel lelijk. Dat je... Oh, wop, naar beneden. Kom op. Oké. Gaan we weer. Oh, had ik hem toch bijna, hè? Had ik hem toch bijna, die jongen. Oh, bijna. Ja, oké, ik heb er één. Oh. Wat een gameplay. Ongelooflijk. Wat een skills. Ik moet deze even dichtbouwen. Oké, waar zijn de mensen? Waar zijn er nog meer? We willen er meer. Oeh, dat was niet heel goed. Is dit een... Oh! Ik dacht dat een teammate daar zat.
Hij ziet zijn eigen ding kapot. Ja, ik bouw gewoon terug weer helemaal. Wow, oké, is goed. Oh, ik weet zeker dat ik hem bijna heb. Ja, nog één. Kom dan. Hier. Jongens, we gaan hard. Wat gebeurt er? Wat? Nee, waar kom je vandaan? Ik heb gewoon 7 kills. En ik heb bijna 1/4 van alle kills. Ik heb gewoon ongeveer 1/5 van alle kills. En mijn team doet geen hol. Ik ga dood. Niks met teammate killen. Dat gaan we niet doen. Oh my god, deze hits. Deze hits, bro. Deze hits. Deze hits. Ik heb 9 kills. Ah, kak. Hello, enemy. Ik ga achter je landen en je hebt niks door. Oh, kak. Oh. Ah, nee. Het gaat zo snel. Ik heb 10 kills. Ik heb 1/5 van alle kills van heel mijn team. Wat? Waarom gaat ons team, waarom lieven de mensen? Wat gaat hier fout? Hallo, ik ga hier landen. Hey. Kak. Ah, ik probeer hem in te bouwen. Oh, daaronder loopt er een. Oh, daar loopt er. Nee, niet schieten. Goeie. Zie je, zag je deze kills? Ik bouw over hem heen. Zo moet dat toch? Oh, ja. Weer een. Oh my god. Ik ben goed. Au, ha. Foei. Oh, daar zit er onder. Wie wou. Oh, wat? Oh my god. Ik ben ook helemaal niet zo slecht in deze game. Valt allemaal wel mee. Oké, dat is een dikke assist. Graag gedaan, teammate. Ah, in mijn rug. Jongens, ik heb 12 kills. Wat? Oh. Dat is echt heel naar, want hij kon er echt niks aan doen dat ik ineens achter hem landde. Oh, ik dacht dat hij stil stond, dus ik wilde kracht gaan doen. Dat had ik niet moeten doen. Oh. Oké, ik ben denk ik. Oké, dat had ik al verwacht. Die killde mij. Shotgunt, van waar? De enemies moeten nog 39 kills. Ja, heel goed. Oké, kom ik! Hier! Hij is dood. Oké, snel, pak de wapen vast, hij is gereload al. Dat is best fijn. Oh, teammate, schrikkelijk kapot. Oh, mensen schieten op ons, dat moeten we niet hebben. Hier, nog een kill, jongens. Deed hij nou suicide? Wat gebeurt er? Oh, ik heb mezelf ingebouwd. Hoe maken we een gat erin? Zo. Ah, welke shotgun heeft hij? Waarom heeft iedereen die? En waarom is hij zo goed? En waarom is ons team zo pauper slecht? Ik heb 15 kills. Ik! Kijk, zie je iedereen die een beetje Fortnite kan zitten? Echt van, ja, maar deze jongen kan helemaal deze game niet spelen, joh. Deze jongen kan gewoon niks. Hoi, ik sta aan de zijkant. Wow! Nee, ik heb hem wel nog. Ik ben super goed. Ik ben bijna dood trouwens. Kijk. Oh. Oké, we overleven het. Oh. Nee, ja, die. Lekker tanken. Lekker hoor. Lekker tanken. Genieten. Oké, top. Waar zijn die enemies? Er landt er letterlijk één naast mij. Oké. We gaan weer voor de actie. We gaan ervoor. Kijk, ik moet dan alleen. Oh, ik moet even deze hebben. Geef. Top. Gaan we. Hier achterdoor. Achter deze persoon. Meneer zag niks. Oh, ik zit vast. Nu, ren, spring. Oké, gaan we goed. We gaan goed. Oké. Nou, wow. Dat was niet lief. Kom maar mensen. Zang. Ah, weer met die shotgun. Nee. Het enemy team gaat volop winnen. Wat? Oh, ik wil die. Jongens, ik heb 17 kills.
Ik heb bijna 1 op de 4 kills van heel ons team. En ons team doet geen ho... Ik vind het onterecht. Dames en heren, ik vind dat ik heb gewonnen. Vond jij dat ik goede skills had? Ja, eigenlijk was dat niet, hè. Maar ik heb al 17 kills. Dat is echt super sick. Dankjewel voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Laat het zeker weten met een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik zie jou heel graag in de... Ik weet niet waarom ik zo doe. Volgende video. Ciao!